gefeliciteerd. Sparta wint met 1-4 van Excelsior. Ja, hoe fijn is deze zege? Nee, ik ben er ontzettend blij mee. Ja, omdat we de afgelopen twee wedstrijden hebben verloren. Met behoorlijke uitslagen ook. Dus we waren eraan toe. En ook omdat het een derby is. Die we zo doodnormaal proberen te benaderen. Maar ja, je ontkomt er toch niet aan met die vuurwerkshow. En dat gehype op social media. Dus ik ben, omdat het lang geleden was ook, vind ik niet onbelangrijk. Dus ik en wij zijn er ontzettend blij mee. Wat voor ander gevoel geeft deze derby zege dan een zege op alle andere tegenstanders in de Eredivisie? Ja, niet zo heel veel extra, maar ik vind het wel, weet je, we zijn aan een topseizoen bezig. We hebben heel veel gewonnen onderweg, maar dan vind ik een derby overwinning wel een bekroning die we daar nog even opzetten. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor een overwinning op een top 3 club, dat is nog niet gebeurd namelijk. Dus dat vind ik ook dat er nog, als je echt... Echt een succesvol seizoen wil hebben, dan horen dat soort dingen er ook bij. En een van die dingen is een derbyoverwinning uit in Kralingen. En dat is uitstekend gegaan vandaag. Precies, dat kan over een paar weken als Feyenoord naar het kasteel komt. Maar hoe was de stemming zojuist in de kleedkamer? Ja goed, dat is wel zwaar hoor. De kunstgras is natuurlijk is best wel aanpoten. En we hebben het moeilijk gehad, zeker in de eerste helft, waarin we heel weinig in duels kwamen. Maar Sparta handelsmerk doelpunt brengt ons in de wedstrijd met 1-2 en daarna gaat het echt goed lopen. En dan zie je dat we net iets sterker zijn dan de tegenstander, denk ik. Maar het was pittig, dus er is opluchting en blijdschap, maar ook een beetje vermoeidheid. Een pittige wedstrijd inderdaad. Jullie kwamen goed uit de startblokken, denk ik, met de eerste 10 minuten waarin jullie echt domineren. Daarna het lijkt een beetje uit jullie handen te glippen. Kom je nog wel op voorsprong, maar krijgen jullie het wat lastiger tegen Excelsior in de eerste helft. Ja, wat gebeurt er precies? Ja, ik vond dat we heel sterk begonnen. Ik vond dat we aan de bal vandaag goed waren en secuur en rustig waren. Niet altijd, maar we hebben heel behoorlijk gevoetbald. Alleen ik vond dat we kwetsbaar waren in de omschakeling en dat we het veld vaak te lang hebben gemaakt. En Excelsior was dodelijk gevaarlijk in counters, in voorzetten. Daar hebben we niet goed verdedigd met elkaar. En eerlijk is eerlijk, ze hadden op een voorsprong moeten staan, misschien bij de rust. Maar uiteindelijk hebben we de tweede helft veel minder problemen gekend en helpen die doelpunten natuurlijk ons ook in de wedstrijd. Maar dat is een aandachtspunt. Het defensieve van de eerste helft is zeker een aandachtspunt. Precies, de doelpunten in de tweede helft helpen jullie weer natuurlijk in de wedstrijd. Maar is er in de rust wel wat gezegd of wat omgezet waardoor jullie in de tweede helft wat beter voor de dag kwamen? Wat ik nu zeg eigenlijk, dat heeft met de afstanden tussen de laatste lijn en voorhoede te maken. We zijn met onze twee centrale middenvelders iets dichter bij elkaar gaan spelen, zodat we wat meer controle hadden op dat middenveld van hun. Dat zijn eigenlijk de omzettingen die we min of meer gedaan hebben. En in de tweede helft zijn we, vind ik, daarmee veel minder of niet in de problemen gekomen. En lopen we uit met schitterende goals. Precies, want jullie maken twee van die drie doelpunten in de tweede helft uit een hoekschop. Ja, is dat iets waar jullie veel op trainen? Dat doen we zeker, maar dat zal voor de tegenstander ook gelden. Dus iedere club is in het huidige voetbal heel veel bezig met dode spelsituaties, omdat je ziet wat het oplevert. En we hebben het geluk dat we volgens mij behoorlijke koppers hebben. En dat laten we vandaag ook zien. En Vito slingert ze geweldig voor vandaag. Dus er wordt A op getraind, B er is kwaliteit in de ploeg en dan moet het af en toe eens eventjes een beetje meezitten. En dat was vandaag zo. Een van die corners wordt door jou binnengekopt. Ja, hoe lekker is dat? Ja, heerlijk man. Het was zo even geleden. Het is als verdediger toch is toch een zeldzaamheid, hè, 2-3 keer per jaar. Dus ik ga er met de volle teugen van genieten. Als je deze nou vergelijkt met die 1-0 zege op Excelsior eerder dit seizoen, die jullie in de blessuretijd winnende maakten, welke is dan lekkerder? Ah, die ontlading was groter, omdat het, zeg maar, dat het thuis was, omdat het in de laatste minuut was, omdat het ook een hele taaie wedstrijd was. Dus die vond ik gevoelsmatig lekkerder. Het was ook zo'n avondwedstrijd, het is nu een lunchpotje op zondag. Maar ze ontlopen elkaar niet echt. Geniet ervan. Dankjewel.